Saar is onderweg naar haar fietsvrienden van deze dag. De studenten Erik-Jan en Jan-Willem. Hallo mannen. Hi. Hey. Zo. Lekker aan de koffie? Ja, ja zeker. Hey, als ik het goed begrijp, zitten jullie al een behoorlijke tijd op de fiets, toch? Ja, ik denk 3,5 weken. 2300 kilometer tot nu toe. Ja. Oké, maar jullie zijn redelijk jonge kerels. Ja. Volgens mij zijn er weinig jongeren die voor een fietsvakantie kiezen. Ik bedoel, er zijn heel veel jongeren die gewoon op een zonnige eiland staan te lossen. Ja, we hebben er onderweg maar 4 gezien. 2 uit Engeland, 2 uit Schotland. Voor de rest helemaal niemand. Ja, voor de rest een beetje oude mensen en gezinnen. Een beetje oude mensen, gezinnetjes. Ja, maar wat trekt jullie dan zo in een fietsvakantie? Het avontuur. We hebben geen route uitgestippeld. Okay. Dus we hebben gewoon een beetje grote plaats aangehouden. Ja. En we sliepen ook niet op campings of op hotels, zoals we anderen doen. Ja. Iedere avond rond 9:00 belden we aan bij een willekeurig huis. Echt? Ja, en we gingen ze vragen van, wij zijn 2 studenten en we zijn op fietsvakantie. En eigenlijk zoeken wij een plekje in de tuin voor onze tent. Ja. En dat kon? Dat kon altijd. Dat kon vrijwel altijd de eerste keer. En dat is het leukste wat we ervaren hebben. Het leukste van onze vakantie geweest. Dat je dus dat contact met die mensen hebt. Dat je dus met ze praat in het Frans. Je leert gigantisch veel Frans. Na de eerste week al heb je zoiets van, ik praat bijna Frans. Ja, en die mensen zijn zo gastvrij, zijn ze. Gastvrij, het is ongelooflijk. Bijna zonder uitzondering kwamen ze in de ochtend aanzetten met een dienblad met koffie. En ze nodigden ze uit voor ontbijt. Ja. En de avond ervoor kregen we een bak met warm water om ons even te wassen. En dat soort dingen. Vriendelijk, die mensen. Avontuur, dat was het. Echt zo vriendelijk, die mensen. Echt heel vriendelijk. Waarschijnlijk een reis die jullie nooit meer gaan vergeten. Ja, dat zeker. Zeker. Hey, we gaan vandaag met z'n drieën lekker een stukje fietsen. We gaan de Voie Verte fietsen en we beginnen hier in Mirepoix en we eindigen in La Vlaine. Oh, leuk. En wat misschien wel leuk is om te weten is dat de weg die we gaan bereiden, dat wordt ook wel de weg van de garenspinners genoemd, omdat er dus vroeger treinen overheen raasden die voornamelijk textiel vervoerden. Ja. Hebben jullie zin in een stukje fietsen? Zeker. Dan zeg ik, laten we gaan. Ik ben benieuwd. Kijk jongens, hier kunnen we zien wat we gaan doen. We beginnen hier, daar zijn we nu. En dan gaan we zo. En dan eindigen we hier. Perfect. La Vlaine. Ja. Nou ja, top. Helemaal goed. Jongens, het begint te regenen. Ja, even schuilen. Maar ja, hoort erbij, hè? Hoort erbij, als je helemaal nat bent. Hebben jullie veel regen gehad de afgelopen week? Ja, ik denk iets van 3 dagen. Maar als je helemaal nat bent, dan ben je er doorheen. En dan fiets je gewoon lekker door. Ja. Ik stel voor dat we dat ook doen. Ja, goed plan. Toch? Hoppla, we zijn niet versuikerd. Hey, ben ik weer. Heb jij van mij misschien een schroevendraaiertje? Ja, tuurlijk. Loop even mee. Heb je misschien ook een hamer voor me? Tuurlijk. Dankjewel. Wat ga je ermee doen dan? Nou, ik ben namelijk mijn sleuteltje kwijt. Oh joh. Nee joh, dat doen we niet zo. Kom maar even met mij mee. Ja. Laat je wel even wat zien. Heb jij je sleutelnummer ergens genoteerd? Nee. Nou, gaan we eens even opzoeken voor je. Je staat bij ons in het systeem. Kijk, wij hebben hem al. Dan gaan we naar axacompany.com, naar de sleutelservice. Ja. En kunnen met de sleutelservice zo'n sleutel voor je bestellen. Tik even het nummer in. Ligt hij over een paar dagen bij jou op de deurmat. Echt waar? Ja, zo simpel is het. Zal ik deze dan weer aan jou geven? Helemaal goed. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Dit is lekker, hè? Dit is lekker, heerlijk.
Saar, Erik Jan en Jan Willem rijden door het schilderachtige dorpje Camon. Officieel één van de mooiste dorpen van Frankrijk. Er is veel te zien, waaronder een 10e-eeuwse abdij. De bijnaam van dit dorp is het dorp met 100 rozen. Zo, jongens. Even tijd voor een korte break? Ja, zo, zeker. Zitten we dan in de regen met ons broodje? Misschien klaart ze al op. Ja, of niet natuurlijk. De tocht voert Saar, Erik Jan en Jan Willem verder naar het dorpje La Roque d'Aune. Van waaruit je een prachtig uitzicht hebt over de hele omgeving. Mooi hè, jongens? Prachtig. Wauw. Deze kerk werd dus vroeger ook gebruikt als uitkijkpunt. Ja. Maar dat is ook wel te zien aan de omgeving. Ja, natuurlijk. Het is mooi dit. Zeg, ik denk dat jullie al een hele hoop mooie uitzichten hebben gezien, zoals deze. Maar wat gaat jullie nou het meest bijblijven aan deze fietsvakantie? Ja. Ja, ik denk toch echt dat het dan niet over uitzichten gaat. Nee. Maar dan toch echt over die gezinnetjes waar we dan verbleven tijdens die nachten. Maar hebben jullie ook wel eens gehad dat je echt dacht, waarom hebben we hier aangebeld? Ja, zeg, je hebt een paar van die rare gezinnetjes of van die mensen vol met tattoos. Waarin de flessen whisky zie je dan nog buiten de deur staan en denk je van, oh, toch maar een beetje voorzichtig gaan doen. Maar uiteindelijk komt het allemaal op zijn pootjes terecht en blijkt het hele aardige mensen te zijn. Ja. En we hebben bij totaal verschillende mensen geslapen, maar altijd was er wel iets wat het mooi maakte. Echt totaal verschillend. Hey, en jullie dragen ook alles mee op jullie bagagedrager. Ik zag al een soort van zonnepaneeltje. Ja. Wat hebben jullie allemaal bij jullie? Oh, wat hebben we allemaal mee? Slaapzak, tent, matje om op te liggen, een kussentje, kleren, pannen. Een campinggassetje. Ja. Op die fiets? Ja, op die fiets. Allemaal. Alles op de fiets. 20 kilo. Ja. Nog meer? En je had het dus in het zonnepaneeltje, hè, voor het opladen van je telefoon. Je hebt natuurlijk geen stopcontact. Oh ja. En 2 stoeltjes. Die hadden we gevonden. Alsof we niet genoeg kilo's hadden. Precies, alsof we nog niet genoeg kilo's hadden, hebben we die dingen ook meegenomen. Maar comfort, joh. Heerlijk. Comfort, lekker langs de snel, lekker langs de autoweg. Ja, heerlijk. En ja. Zullen we lekker doorgaan? Ja, goed plan. Oké. Zo, dat is mijn fiets. Die is voor jou. Oké. Hopsa. Dit is het kasteel van Helmond. En wat heb je hier precies mee? Vrienden van mij zijn hier getrouwd, dus dan ben ik hier. Dit is dé plek in Helmond waar je trouwt. En we hadden hier elk jaar de koninginnenloop, toen ik op de basisschool zat. Ja. En ik was daar zo zenuwachtig voor, joh. Dan gingen we ook oefenen met onze school, de bundeltjes. De bundeltjes? Niet de bundeltjes, de bundertjes. De bundertjes. Niet fucken met mijn school, man. Oh, sorry. Jezus, dat is gewoon een goede school. De bundertjes. En ja, de bundertjes. Klaar nou? En dan gingen we oefenen in de bundeltjes, zo heet die wijk ook. Ja. Gingen we daar oefenen en ik was zo zenuwachtig dat ik op een gegeven moment moest ik dit lopen. Het kreeg diarree. Dus ik weet niet of dat handig is, maar ik doe het toch. En ik kreeg diarree tijdens het lopen, maar ik moest door, want mijn moeder stond te kijken. Dus dat liep hier zo langs mijn broek af, naar beneden. Hier is... Zo ben ik bruin geworden. Zo is het. Je had een soort van... Mensen konden eigen een route volgen. Van de Leon. Nou, volgens mij... Hij komt ja, daar ergens daar. Kwam die langs, zo. Oh, ja, daar loopt hij inderdaad. Oké, nou zit hij. Nou, zullen we ons er toch maar weer vervolgen? Ja, laten we dat maar doen. Volgens het bruine spoor. Ja, precies. Het is wel lekker groen hier. Ik vraag me af hoe dat gekomen is. Jezus. En het is bundertjes gewoon. Bundertjes was het. Jongen. Mannen, jullie fietsen hier nu al een behoorlijke periode rond. Maar wat vinden jullie nou het mooiste aan de Midi-Pyreneeën? Voor de fiets vonden we toch wel het kanaal du Midi. Ja, dat was echt mooi. Al die langs mooi lang kanaal, al die natuur en die mooie bomen. Ja, het is speciaal aangelegd voor fietsen ook, hè. Ja. En die komt nog zo'n andere fietsen tegen. Dat is ook eens lekker de afwisseling. Normaal fietsen we echt langs die grote nationale wegen. Ja. En om dan even lekker zo'n fietspad te hebben. Heerlijk. Dat is prachtig. Hey, en hoe vonden jullie het vandaag? De tochtje was leuk, langs het oude treinspoor. Ja, was leuk. Maar lekker tochtje. En gezellig met jou natuurlijk. Maar het was gezellig. Zeker gezellig. Zeker gezellig. Mooi zo. Ik vond het ook heel gezellig met jullie. Ik zeg, we gaan gewoon proosten. Ja. Terwijl jullie hier braaf aan de chocola show en aan de koffie zitten. Echt sportieve mannen. Proost. Ik vond het ook heel gezellig. Straks meer Erik in Helmond en Erik fiets met Mariette en Christophe langs de kust van Bretagne. En daar kun je meer doen dan fietsen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cycletours Fietsvakanties, AXA, Hansstruik Fietsen en de deelnemende trekdealers. In TV Makelaar gaan we op zoek naar een huis in Tilburg. Ik zie nergens een garage. Ja, een garage.
Die gaat hem killen. We bekijken een droomhuis midden in de duinen van Bergen. En we taxeren de woning van Maarten en Kabi. Hopen jullie nou dat het waard is? Ik hoop 3,55. Op 4. We hebben een groot aantal producten die zijn zo lekker, daar kom je voor terug. Staat er ook op. Bedankt, Edgar. Producten die alleen bij Plus te krijgen zijn, zoals Fairtrade kinderbananen. Daantje is er gek op. Ja, toevallig wel, ja. Ook bij Plus. Bio Plus aardappelen voor €2,99. Plus geeft meer. Veel meer. Producten waar u voor terugkomt. Het kwaad van Ravelijn hierachter moet worden verslagen. Gelukkig is er deze magische poort. Als je eronder doorloopt, verander je van een kind in een volwassen.